yes. I remember it well. Paris, 1974. We were young and we were foolish. I was a professor of nuclear physics working at the Sorbonne. And you were working as a waitress in a cocktail bar. We had a dirty little room in a dirty little hotel on the boulevard Saint-Michel Garnier, Monsieur de Plomage, Georges Putain, and Jean Tatoulin. Outside, it was raining. Inside, I was making love to you for the 42nd time. The windows were steaming with sadness, and the walls were dripping with melancholy. The record player had stopped, and the only sound was the sound of the rain and the man outside singing La Danse des Oiseaux, the dance of the birds. Hour, I had been making love to your handbag. I lit up a cigarette and listened to the rain and remembered the poem by André de la Dune. Ta ta ta, ta 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 ta. Ta 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 ta. Die laatste is tata, hè? Wat is er, joh? Die laatste is tata. Hij bouwt een hele reeks op van telkens 3/16e ta ta ta. En vlak voor die laatste frase laat die 1/16e weg. En daarom komt die laatste frase aan als een mokerslag. En als je dat dus niet begrijpt, dan begrijp ik met alle respect überhaupt niet wat je hier in vredesnaam staat te doen. Ik wil een keer zeggen dat ik... Dat ik je eerlijkheid waardeer. Want ik weet dat jij het beste voor hebt met ons allebei als duo. Dus hè, dat moet kunnen. Alleen volgens mij is het dus zo dat de brieën van de jongen van Duin in zijn abstracte periode, voordat hij figuratief werd met pizza's en paarden in de gang en zo, was dat zijn werk zo schitterend symmetrisch is. En wat je hier duidelijk ziet, is je hebt steeds die drie lettergrepen, die ta ta ta, en die zitten in elke maat, en die kun je puntspiegelen om de maat ervoor, en dan overlappen ze precies. En zo is de hele partituur schitterend symmetrisch. Dat hoor je, en dat is volgens mij de genialiteit van de jongen van Duin. Dat klinkt heel leuk, maar het is feitelijk het zwakzinnige geouwehoer
van een minder valide aardbei. Hmm. Van Duin heeft nooit een abstracte periode gehad. Je moet dit veel eerder zien als een surrealistisch schilderij. Je bouwt een verwachting op. Dan komt de césuur en je lost die verwachting vervolgens niet in. Man staat voor spiegel. Wat ziet hij in spiegel? Zijn eigen achterkant. Niet wat hij verwacht. Je bouwt een reeks op van telkens 3/16. Vlak voor de laatste frase laat je er een weg. Bammo! Komt die laatste erin, meteen naar je ruggengraat. En als je dat niet begrijpt, ben je een onwaarschijnlijk domme oetlul. Ik hoor wat je zegt. Het is natuurlijk alleen gelul uit een druipende anus. Want als je goed kijkt naar de partituur. Zullen we die even doornemen? Ja, ja. Neem we gewoon even door het libretto even goed opletten. De baritonpartij. De baritonpartij. Gewoon da capo. Ja. En we laten het hele codaatje laat even. Je me, doe je hem C klinkend? Ik doe hem C staand. C staand. Oké. Okay. En dan, nou, dan hoor je duidelijk. Hè? Pirandello begint. Tot.